DNA-voorzitter ontvangt eerste vicepresident Lions International. Yong Yu Shong, de eerste internationale vicepresident van Lions International, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, Jennifer Simons. Dit bezoek vond plaats op woensdag 23 januari 2019. Volgens districtsgovernor 60A, Rudolf Augustin, is het voor de derde keer dat de Lions Suriname bezoek krijgt op dit niveau. Het belang van technologie is onder andere ter sprake gebracht. Voorzitter Simons heeft aangekaart dat het belangrijk is dat de jongere generatie vroeg leert werken met de technologie en er ook positief gebruik van maakt. Ook het jeugdparlement is ter sprake gekomen omdat zij gericht is op jonge mensen en trainingen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.